Jawel, welkom bij een, ook weer een serie van items in deze zomerweken. En het leek ons leuk om, vakantie, dan heb je opeens heel veel vrije tijd. Dan wil je natuurlijk gewoon leuke dingen doen. En met name dan als je op vakantie gaat, buiten, op reis. Nou, dan neem je natuurlijk niet je consoles mee en al dat soort dingen. Dan ben je vaak met je mobiele telefoon of met je Switch of misschien een laptopje. En daarom gaan we drie items maken waarin we onze persoonlijke tips geven over mobile games, over televisieseries en over games op de Switch. Die wij leuk vinden, waarvan wij denken van, dat is leuk om dat op je telefoon te zetten, op je Switch te zetten, et cetera, et cetera. En daar dan van te genieten. Het leuke daarvan is, in de comments kun je dan weer allerlei andere tips geven, zodat mensen gewoon kunnen kijken en kunnen grazen en iets kunnen pakken wat ze zelf leuk vinden. Dit item gaat over deze knaap, de mobiele telefoon. Nou, Skate heeft er ook een mobiele telefoon. Ja. Speel ik doorgaans Wordfeud en Wordian op. Bijna hetzelfde, want ik speel er inderdaad Wordle op, de Nederlandse versie. Dat ken ik niet. Nee, dat is elke dag één woord met vijf letters en dan krijg je vijf pogingen. Het is een soort lingo. Wordian is ook van Nederlandse makelij trouwens. Exact. En nog een andere woordgame waar ik straks over ga hebben. En ik ben er heel eerlijk in, en Skate is er ook heel eerlijk in. Wij zijn geen mobile gamers, als het ware. Omdat we natuurlijk gewoon al fucking veel games overdag spelen. En om dan ook nog op je mobieltje in de uurtjes die je hebt dat ook nog te gaan doen. Dat gaat wat ver. Maar het is niet zo dat ik mobile games niet interessant vind of dat ik ze slecht vind. Want die industrie is echt wel aan het vooruitgaan. Dit shit is booming as fuck, man. Ja, nee, nou, maar ook qua kwaliteit. Hè? Vroeger waren er van die casual spelletjes. Ja. Maar vandaag de dag heb je gewoon echt volwaardige games. Volwaardige games die ook vaak goed speelbaar zijn. Omdat je schermen allemaal wat groter zijn geworden, et cetera, et cetera. Dus wij gaan een aantal tips, persoonlijke tips geven. Dingen die een beetje in ons straatje liggen. En vul dat daar waar mogelijk is aan. Ik ga gewoon beginnen met de eerste game. En die game heb ik een aparte review van opgenomen, omdat die laatst uitkwam. En het is best wel een grote release, omdat het een grote game op de console en op de PC is. En dat is Apex Legends Mobile. Wat ik altijd doe als ik op vakantie ga, ik zet altijd twee games op mijn mobiele telefoon. Voor in het vliegtuig een beetje, dus het moet niet online gaan. Nou, dat wordt bij deze al wel wat lastig, want hier moet je voor online gaan. En om gewoon een beetje in het resort, als ik weet ik veel niks te doen heb, of mijn vriendin doet altijd wat langer over opmaken dan ik, dan heb ik altijd een uurtje op het balkon, ga ik of lezen of ga ik even een gamepje spelen. En dit vond ik echt, ik stond hier van te kijken naar één jaar niet echt bezig zijn geweest met mobile games. Het speelde, vond ik heel erg lekker. En het ziet er ook gewoon echt heel erg tof uit. En online, het werkt gewoon goed. Battle Royale vond ik hier zelfs leuk in. Is dit iets wat jij zou kunnen spelen op je mobile? Of vind jij shooters gewoon niet relaxed? Shooters, die dien ik toch gewoon op een groot scherm te spelen met een controller. Of, ja. Muis en toetsenbord, dat kan ik al helemaal niet aan. Dat kan ik niet meer. Dat heb ik gewoon losgelaten ook. Die skill heb ik gewoon niet meer. Die vingervlugheid heb ik niet meer. Maar ik heb een controller nodig. En natuurlijk kun je wel ook gewoon je controller meenemen en er dan vervolgens op spelen. Maar ik heb dat grotere scherm nodig. Ik wil gewoon goed in de diepte kunnen kijken en met een hoge hoeveelheid FPS gewoon vijanden te lijf gaan. Weet je wel? En ja, op een telefoonscherm is dat wat minder, hè, een mobiel scherm. Nee. Maar ik moet zeggen, een game als Apex Legends ziet er kwalitatief wel goed uit in ieder geval. Ja. En jij zegt dat het vloeiend speelt? Het speelt echt vloeiend. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, je moet een goede wifi of 5G verbinding hebben. Als je dat niet hebt, ik heb bijvoorbeeld even in de trein zitten spelen, daar zitten dan trajecten bij waar dat gewoon even niet lekker loopt. En dan is het een beetje stotteren. En dat is gewoon heel erg lastig als je online speelt. Maar bijvoorbeeld op Amsterdam moet ik altijd ongeveer 20 minuten wachten van de metro tot de trein komt. En dan zet ik altijd zo'n potje aan en daar is prima verbinding. En dan gaat dat gewoon hartstikke leuk. Het is soms een beetje gekloot met je vingers. Maar dat moeten we op de koop toenemen. Ik bedoel, het heeft zijn beperkingen, mobile games. Maar ik vind dit wel echt een hele leuke game. Als je ergens bent waar goede wifi is. Ja. Ik hou over het algemeen, als je het dan toch over mobile games hebt, van games die een wat rustigere pacing hebben. Nee, snap ik. Overigens, dit is free-to-play. Free-to-play en de microtransactions zijn niet killing.
Dat moet ik er wel bij zeggen, want een Diablo Immortal bijvoorbeeld, wat ik fantastisch, ik ben Diablo fan, maar dat ga ik je niet aanraden, want dat is fucking ridden met die shit. En is eigenlijk best wel behoorlijk pay to win op een bepaald gedeelte. Dus dat wil ik niet. Ga verder. Ja, maar als ik dan een voorbeeldje mag geven van een mobile game die mij wel aanstaat en die ik in mijn vakantie over een paar maandjes zomaar op mijn mobiel zou kunnen zetten. Dan is het een game als Civilization. Civilization 6 bijvoorbeeld, weet je wel. Ik had hier op mijn lijstje Civilization 4. Er zijn er een heleboel. Dit werkt gewoon uitstekend. Krijgt ook echt goede cijfers van. Want er zijn een aantal sites die specialiseren in mobile games. Dat doen we dus dit niet. Dit is Civilization 6 trouwens. Oh, dit is Civilization. Oké, sorry. Hoge cijfers. En leent zich ook heel goed op een mobiele telefoon. Zeker als je een nog wat groter scherm hebt dan ik. Dan is dit. Je hebt gelijk. Ik heb gewoon de I en de V heb ik verkeerd omgezet. Volgens mij moet je hier wel wat voor betalen, maar dat weet ik niet zeker. Ik had dat even moeten checken. Ik vind het namelijk geen probleem. De reden waarom ik het niet check is van, ik vind het helemaal niet erg om €6 of weet ik een tientje te betalen voor een goede mobile game, als ik die fucking reclames en microtransactions shit maar niet voor mijn neus krijg. Maar goed. Ja. Nou ja, dit soort games zit ook chock voor content natuurlijk. Daar kun je zomaar weken, zo niet maanden mee aan de haal. Weet je wel? Ja. Aan de gang gaan. Dus ja, nee, dan vind ik het ook helemaal prima dat je daarvoor betaalt. En dat er ook inderdaad gewoon dat het reclamevrij is en dat het vrij blijft van microtransactions en dergelijke. Weet je wel? Ja, het is jammer dat bijna alles toch neigt naar free-to-play en dan toch vol wordt gedouwd met al die reclames. Ja, geef mij dan maar gewoon een game waar ik een eenmalig klein bedrag voor ze die optie niet geven. Dus en van of koop hem in één keer voor €10 en dan ben je gewoon klaar, of koop hem gratis, maar dan krijg je dit en dit. Maar misschien dat levert minder op de langere termijn natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Dat is wel jammer. Bij Civilization is het overigens ook niet al te erg. Een andere game, daar dacht ik namelijk aan jou aan. Ik wist helemaal niet dat dit op de mobiele telefoon is, maar dat is Total War Medieval. En die game. Ik heb eens een aantal filmpjes zitten kijken van mensen die dat op een mobiele telefoon spelen. Ze zeggen dat het echt absoluut goed loopt, maar het is wel heel veel informatie op je scherm. Een beetje te veel als je het mij vraagt. Ik bedoel, je ziet hier honderden units. Ik vraag me af of dat soepel loopt. Nee, dus de framerate en alles, dat werkt gewoon uitstekend. Het is met name gewoon, zeker als je een wat kleine scherm hebt, is het gewoon het aanklikken van dingetjes. Om alle directions ook te geven en units te groeperen en dergelijke. Dat lijkt me wel een beetje een halsbrekende tour. Ja, is dit ook gevaarlijk, zo'n mobiele game? Omdat je dan, kijk, op vakantie, ik kies ook echt games die ik even 5 minuten speel. Niet 20 minuten. Want als mijn vriendin zegt van, hier ben je nooit 5 minuten of 10 minuten. Nee, dat bedoel ik. Van, dat is natuurlijk gevaarlijk, want dan zit je helemaal in en dan krijg je ruzie natuurlijk weer van, zie je me de game, hè? Ja. Dat moet je weer niet hebben. Volgens mij kun je dit wel offline spelen. Dat is dan wel weer handig. Dan kan je een campaignje doen tijdens de vlucht. Ja. Dus dat werkt wel goed. Zou dit iets kunnen zijn? Absoluut. Ja, maar dat, maar nogmaals, de vele units en het groeperen en dergelijke en het uitvoeren van commando's lijkt me hier toch een beetje tricky. Ja, nee, dat gevoel heb ik ook wel even. Overigens kun je dit soort games natuurlijk ook op je iPad dan spelen. Dan heb je wat meer opties, maar ik verkies er altijd voor om mijn iPad thuis te laten. Te groot, te clunky. Bang dat die gejat wordt, want die leg je natuurlijk gewoon weer zo op tafel neer, want die kan niet in je broekzak. En dan, je weet het, in het buitenland nooit. Ik ken daar de situatie niet. En voor je het weet hebben ze daar pickpockets. Ben ik mijn iPad kwijt. En een laptop neem ik al helemaal niet mee, want dan ga ik zitten werken. Ook, ja. En nee, dat kun je bij met een dingetje ook, in principe. Al, bijna. Exact. Kan ik ook op de telefoon. Telefoon? Nee, dat grotere ding. Wat je net noemde. De iPad. Een iPad. Ja, nee, precies. Dat is waar. Fighting games zijn, wat mij betreft, vind ik ook altijd. Ik speel het nooit op de console, maar ik vind het. Dat zijn van die lekkere korte potjes. En als ik tegen een goede CPU kan spelen, vind ik dat hartstikke leuk om te doen. Streets of Rage 4 is eigenlijk, staat op dit moment bekend, als je kijkt naar de charts. 8 nog wat, weet je wel. Dus dat is een van de best beoordeelde mobile games van het moment.
Ik weet niet of de Street Fighters en de Tekkens ook een mobile versie hebben. Ja, maar dit is, Streets of Rage. Hè? Dit is meer een brawler, een co-op brawler, ja, dan dat het een fighting game is natuurlijk. Nee, oké, okay, maar wel, het speelt echt heel erg lekker. Ik heb er een demootje van gedaan. Ik vond het gewoon, ja, het is meer een brawler, je hebt gelijk. Ik haal even wat dingen door elkaar. Maar werkt goed, grafisch, soepel, redelijk simpele besturing. En ja, ontzettend populair. Dus vind ik gewoon ook leuke, ja, leuke games om te spelen. Het grappige is, dat zou ik niet zo snel doen op een console of PC. Maar voor mij dan een console. Daar heb ik dan andere games die ik leuker vind. Maar op zo'n, ja, mobiel vind ik het dan weer wel leuk om uit te proberen. Dat is prima, want het is ook lekker snappy, weet je wel. Je hoeft er niet per se uren mee bezig te zijn. Kan af en toe wel een kwartiertje, 20 minuutjes, even een leveltje doorploegen. Ja. Prima te doen. Een stijltje wat ik ook meer trek op een klein scherm dan op een groot scherm. Net als op de Switch vind ik dit soort cartoony games vaak toffer dan op een groot scherm. Dus is ook een aanrader. De volgende is een, ja, eigenlijk wel een befaamde game op mobile. Ook wel op console, maar vooral op mobile. En dat is Monument Valley. En ik heb hier dan deel 2. Ik kan je deel 1 ook ontzettend aanraden. Dit is een van de meest creatieve puzzelachtige games. En ik dacht, deze moet ik ook eventjes bij Skate neerleggen. Want jij bent wel iemand die het dan denk ik nog leuker vindt om iets met de hersenen te doen. Ja, en dan is Monument Valley absoluut een aanrader. Deze, godverdorie, hoe noem je deze, die architectonische, ja, daar is een, ja, met die trapjes die, ja, zo, oh, begint hij met een R? Mm, of met een S? Niet Rietveld, maar nee, dat kan hoor. Oh, met die shit die geen sens maakt. Het is niet Geiger. Wel. Nee, niet Giger, niet Geiger. Maar oh, erg. Mensen thuis die lopen nu te schreeuwen tegen het beeld. Ja, het is die, ja, dat kunnen we niet horen. En ook de regie aan de andere kant, die weet het ook niet. Want dat is allemaal voor hun tijd natuurlijk. Ik zweer het, is met een R of met een S? Ja, dat klopt. Nee, met een E. Oh, Eigner, Einer. Oh, hey. Oh, nee, dit. Als jij nou de tijd volpraat, ga ik het opzoeken. Want dit wordt, ja, kan ik dan even een andere suggestie doen? Ja, doe jij even een andere suggestie. Hoe moet ik dit gaan googlen? Dat vind ik moeilijk. Ja, hè? Godverdorie. Maar ik gooi er eentje in. Een van mijn favoriete games op de console en PC ook volgens mij, van een aantal jaar geleden. Inside is ook te verkrijgen op de mobile. En heb jij Inside destijds niet gespeeld? Het is een game die je in een uurtje of 5, 6 wel doorloopt, denk ik. Maar wat een ervaring. Er wordt nauwelijks een verhaal verteld. Er is geen dialoog of iets dergelijks. Het is enkel jij, mm-hmm, die een weg moet banen door een, ja, een, ik heb heel, Escher. Ah, tuurlijk, Escher, ah! Inderdaad, ja. Maar ja, door een heel bizar, een bijzonder, een prachtig vormgegeven omgeving, dien jij een weg door te banen. Ja. En prachtige ervaring. En dit is zo'n heerlijke game die je 's avonds eventjes een uurtje gewoon nog even lekker speelt. En die je absoluut meesleept. En wie weet kunnen wel in, ga je hem ga je er in 1 sessie doorheen. Hoe dan ook, Inside, een absoluut aanrader. Ook op de mobile. Hey. Dan een game die al een tijd uit is. Ik heb hem van mijn mobiel afgehaald, omdat hij best wel veel gig inneemt. En ik speel hem niet altijd. Ik heb een tijdje gespeeld. Ik weet dat, ja, nee, Hearthstone heb ik het over. Ah, okay. En ja, is natuurlijk gewoon gemaakt voor de mobiel. Ik bedoel, nogmaals, je kan dit ook op je PC spelen. Maar deze game is, ik zit regelmatig in de trein en dan zie ik weer iemand spelen. En die zit dan weer lekker Hearthstone te spelen. Met 4G kan dit prima. En potjes, nou ja, goed, 15 minuten. 10 minuten, 15 minuten, weet je wel. Dus ook een heerlijke game. Het is wel, als je nu instapt, zou ik eerst gewoon eventjes wel even oefenen tegen de CPU. Want als je online gaat, word je wel vrij snel gesloopt. Ja. Alhoewel er wel rankings in zitten en dat soort dingen. Maar ja, Blizzard denk ik op zijn best. En ja, ze doen wel af en toe een beetje vervelend met MT's en cards, decks die je weer moet kopen en dat soort dingen. Dat blijft er wel een beetje in zitten. Maar aan de andere kant, als je het gewoon voor de lol gaat spelen en bijvoorbeeld leuk vindt om tegen CPU's te doen, ja, dan is dit een prima game op de game. Wie weet ga ik deze er weer opzetten.
Heb jij in jouw lijstje eigenlijk ook Genshin Impact staan? Is niet, heb, al een nee, hele heb tijd... ik niet in staan, maar ook heel populair. Is al een hele tijd populair. Jazeker. Dat een geisha. Nee, wat is het weer? Genshin Impact. Ja, maar het is een bepaald... ook met MT's, maar op een andere manier. Er zit een gokelement in, die lootbox. Gash? Nee, hoe heet het ook? Ja, het is vandaag wel de termen waar we net even niet op kunnen komen. Het is free-to-play. Er zitten bepaalde dingen die je kunt betalen, maar het is niet echt pay-to-win. Dus vandaar dat het ook vrij populair is, dit genre. En Genshin Impact is wel een van de grootste, ook wel een van de grootste mobiele games op dit moment. Meest populair. Ja. Staat in de top 3 meest gekocht. Is wel iets wat ik ook zou kunnen en willen checken. Ja, het is mij net te Aziatisch, denk ik dan toch. Ja, daarom wil ik het checken. Oké. Okay. Ja, nee, dat maar dat ik ben kan. Al niet eraan toegekomen, omdat ik gewoon me nog steeds heel erg vermaak met grotere schermen games. Nee, een game die wij op de console hebben gespeeld, die we best oké vonden, wel wat kort was, is My Friend Pedro. Pedro, zie. Daar is een mobiele versie van en die heet My Friend Pedro Ripe for Revenge. En hier zitten geen MT's in. Het is free-to-play. Het enige wat je kunt doen is €3 betalen. En dan krijg je een premium mode waarin checkpoints zitten. En een extra game mode als het ware nog bij. Maar ook een hartstikke leuke game om te spelen. Die tricky is. Maar prima werkt eigenlijk gewoon. Ja. Mag ik nog even in het verlengde trouwens van Genshin Impact? Nog zo'n, nog zo'n grote titel die me te binnen schiet. Ja. En waar ik ook al meerdere keren voor benaderd ben om die ook te streamen. Maar waar tegen ik steeds nee heb gezegd. Maar die doet het natuurlijk op de mobile ook hartstikke goed. Raid Shadow Legends. Ken ik niet. Raid Shadow Legends? Ken je die niet? Nou, Shadow Legends komt me bekend voor, maar... Nou, nee. Dat is volgens mij verreweg de populairste mobile game die er is, hoor. Ja, nou ja, goed. Ik heb een beetje mijn eigen smaak hierop op toegepast. Ja, er is natuurlijk ontzettend veel. Ik had er ook FIFA bij kunnen zetten, maar dat vind ik gewoon niet zo lekker spelen met die vingertjes. Call of Duty Mobile is er ook. Ook niet. Ik vind Apex Legends dan leuker spelen. Er is ontzettend veel. Dat was ook wel een beetje het probleem waar ik tegenaan ligt. Er is krankzinnig veel komt eruit het mobile. Niet normaal. Nee, en met name op indie-gebied is er ontzettend veel. Maar hoe moet ik weten of iets tof is? Dan moet je echt naar die mobile-sites gaan. Maar dit zijn wel games die ik... Oké, call me stupid. Maar ik zoek dan toch een verlengde van wat ik al van de console ken. Tuurlijk. Omdat ik geen behoefte heb aan twee games erop te zetten die ik uiteindelijk niet leuk vind. Want dan zit ik met twee games die ik niet leuk vind in het vliegtuig. Dus... Maar vertel nog wat over die Shadow Legends. Jesus Christ, daar weet ik niet eens zo heel veel van. Maar ik weet gewoon dat heel veel mensen er op een gegeven moment mee bezig waren. Dus dan zal het ongetwijfeld wel iets goeds doen. Is het een game die ik dan op mijn mobiel ga zetten? Nee, want als ik dan bijvoorbeeld nu alweer vooruit kijk naar die vakantie. Ik ga sowieso veel tijd met mijn gezin spenderen. Ja. Dus dan moet het gewoon af en toe even een half uurtje wellicht even wat me-time. En je kleine speelt nog net niet op de mobiel, hè? Nee, niet eens mobiel. Dat gaat wel even. Nee, maar die kan op jouw mobiel gaan spelen straks. Het enige wat zij doet is Woezel en Pip op mijn mobiel kijken. Oké, nou ja, ook relaxed. Ja, zeker. Maar die moet van de games afblijven. kijk, een game als Inside, dat gaat erop, weet je wel. Ja. Gewoon even een half uurtje even weg. Van alles en even verdwijnen in die prachtige wereld. Ja. En misschien als counterpart dan een Genshin Impact, omdat dat weer gewoon wat meer action-oriented is en op mobiel prima schijnt te werken. Ja. Maar meer dan dat zal er dan niet 1, 2, 3 op mijn mobiel komen. Nou, ik heb nog eentje voor de racefans, want dat zijn er ook natuurlijk wel veel. En dan, ja, de Asphalt-serie is toch eigenlijk wel de koning op de race... In het race uit, ja, nee. En wat ik al zeg van, ik vind de wat meer serieuze, sim-achtige race games, vind ik, daarvoor vind ik de mobiel niet geschikt. Dan speel ik liever dit. Beetje driften, beetje ram, beetje beuken. En dit is alweer deeltje 9, dus het gaat hartstikke snel. Asphalt 9 Legends. De laatste keer dat ik een race game op een telefoon had, toen had ik nog een Sony Ericsson. Oké. En je wil niet weten hoe kut die race game eruit zag. Nee, ik bedoel, als ik het daarmee vergelijk, holy shit. Maar de processors die erin tegenwoordig in de Apple, in de iPhone zitten en in de Samsung en zo, dat kan een gemiddelde laptop heeft dat al. Dus dat kan gewoon absoluut meer. Maar dan hebben we het toch echt over slechts 10 jaar of zo, hè? De ontwikkeling die in
relatief weinig tijd die deze games doorstaan hebben. Dit lijkt zoveel sneller te gaan dan op consoles bijvoorbeeld en PC zelf. Dat heeft er ook mee te maken dat mensen niet elke 2 jaar een nieuwe laptop kopen. Maar mensen willen elke 2 jaar een nieuwe telefoon halen. Mm-hmm. En dus gaan de specs weer omhoog en dan kunnen mensen weer mooiere dingen maken. Overigens moet ik natuurlijk ook niet vergeten de Mario Kart. Die kan je namelijk ook op de mobile. Is ook een fantastische. En Nintendo, die verkoopt. Daar kan je gewoon nog betalen voor die game. Dan is het in één keer wel klaar. Mario Kart op de console is beter, uitgebreider. Maar die platformen, die werd iets minder goed op. Ja, ze zitten nog niet helemaal lekker in de genre. Zo'n ren. Ik vind het raar, man. Zij hebben de fucking franchises om dat op de mobiele telefoon te brengen. Aan de andere kant, ze willen natuurlijk dat dat op de Switch gespeeld wordt. En daarom hebben we daar ook een apart item voor, want die gaat ook zeker mee. Ook omdat mijn vriendin graag op de Switch speelt, wat minder op de mobiele telefoon. Dan kom ik nog bij het laatste genre. En dat is een genre wat wij allebei lief hebben. En dat zijn woordgames. Mm-hmm. Wordfeud ben ik mee gestopt. Ik heb dat al een keer gezegd toen ik het door had. Als je online gaat, mensen gewoon lopen te cheaten doordat ze een woordenboek erbij hebben. Kijkers onder de 30 die haken nu al af. Hè? Oh, is dit het laatste woordgames? Oh, dan ga ik wel even iets anders kijken op GameKings. Maar ik denk dat woordgames gewoon wel echt heel erg... ik vind het altijd leuk om te spelen. Het is voor oude mensen. Is voor oude mensen? Ja. Dan leren ze wat. Speltower vind ik heel erg tof. En kids nowadays, die hebben geen zin meer om goed te leren spellen, joh. En toen kwam ik een game tegen. Dit is meer gewoon grappig. Toen dacht ik, fucking hell, dit is goed voor jij als grammar-nazi. Dit is namelijk, dit heet Grammarian, LTD. Oh. Dit is een game waarin je eindredacteur speelt en fouten uit teksten moet halen. Nou, is dit een Engelse versie? Maar, misschien is dat een beetje pedagogisch. Maar ik irriteer me toch wel. En ik ben ook niet goed in taal, hoor. Ik maak ook mijn fouten. Maar goed, ik vind wel jammer dat jongeren van tegenwoordig echt het Nederlands niet meer lekker beheersen. Het is te triest voor woorden. Exact. En dan denk ik van, daar zijn er gewoon games waarin je woordenschat een klein beetje kunt oefenen. En op een leuke manier. Spel woordspelletjes, dat soort dingen. Want je kunt langere zinnen maken dan 120 letters. Dat kan echt. Inderdaad. Dit leek mij wel wat voor jou. Ik bedoel, dit is Engels. Volgens mij is jouw Engels ook behoorlijk goed. Ja hoor. En dan kan je dus gewoon, dan haal je de fouten eruit en dan krijg je een ranking daardoor. Dus, zou zo goed zijn als hier een Nederlandse versie ook van gemaakt wordt, man. Ja. Dan gaan mensen die gaan straks weer gewoon naar mijn huis in plaats van me huis. Ja. En kijk enigen. Kijk is aan, wordt dan weer gewoon kijk eens aan. Ja. Maar, enigste. Echt. Ja. Zeg dat nou niet. Ik word met DT. Oh my god. Die haal ik er zelfs nog wel uit. Dit is niet... Ik ben bereid om dit ook wel een kans te geven. Ja, maar dat is dan weer om mijn eigen superioriteit bevestigd te willen krijgen. Ik merk, doordat ik me erger aan het taalgebruik wat ik zie, wat ik ook veel op social media zie, dat ik het op zijn onwijs leuk vind om bijvoorbeeld literatuur te lezen of in de krant mensen die echt mooie zinnen en mooie woorden kunnen maken. Gewoon de ouderwetse mooie woorden. Niet Engelstalige woorden, cool en dat soort dingen. Ik gebruik het ook daar niet van. Maar in één keer vind ik dat fijn. We hebben gewoon een hartstikke mooie taal. En, ik moet wel zeggen, het is een generational gap hoor, regelmatig. Nee. Dan bezig ik gewoon een mooie zin. Weet je, ja. En dan verwerk ik daar een gezegde in. En dan zegt die andere, die 20 jaar jong is, wat zeg je? Ja, nee, dit gezegde is... Hallo, de middeleeuwen heeft gebeld. Ze wilden hun gezegde terug. Dat gaat nu ook in de comments. Leuk item tot en met minuut 20. Daarna ben ik het kwijt. Je hebt misschien wel gelijk. Dit zijn een beetje de tips vanuit ons. We gaan er ook nog eentje doen met series die je dan gewoon op je mobiel kunt zetten. Of en Switch games. Geef gewoon ook even tips aan elkaar. Is leuk. Ook voor mij. Want wie weet zijn er nog wel mobile games die ik moet checken. Het is zoveel en het is moeilijk te kijken of iets kwaliteit heeft. Want er is een overload aan materiaal. Goed, dit is dus... Mag ik daar nog even op inhaken? Ja. Ik wil het ook wel graag weten. En dan mensen die kennen inmiddels wel een beetje mijn smaak. Wat zien jullie nou
perfect bij mij passen voor op de mobile, wat redelijk snappy is. Dus dat waar ik niet uren mee bezig hoef te zijn tijdens voor een speelsessie, maar gewoon af en toe even een kwartiertje tussendoor, weet je wel. Even op het toilet of iets dergelijks, weet je wel. Dat ik even rustig kan kakken met een leuke game of eventjes weg van de dames op een terrasje of gewoon even op het balkonnetje waar ik dan kom te zitten. Gewoon even in alle rust een kwartiertje, 20 minuten kan spelen. Laat het gerust even weten in de comments. Yes!